Hi iedereen, vandaag wil ik jullie laten zien hoe je op een eenvoudige manier zelf je oogmake-up reiniging kan maken. Die van mij is bijna op. Ik heb deze, die is van Lancaster. En het is een hele grote fles, 400 ml. Alleen ja, hij is bijna op en ik heb echt een nieuwe nodig. En toen dacht ik, waarom maak ik er niet eentje zelf? Omdat ik had beloofd meer do-it-yourself tutorials te plaatsen. En wat algemeen wel bekend is, denk ik, is dat je gewoon met een watje en met olijfolie je oogmake-up eraf kan halen. Maar persoonlijk vind ik dat gewoon wat te vettig. Daar heb ik een recept gevonden en heb ik een beetje zelf aangepast. En dat wil ik aan jullie laten zien. Dat is namelijk een recept voor een iets minder vettige oogmake-up reiniging. Maar die wel net zo effectief is en gewoon die je zelf kan maken. En het is ook een budgetvriendelijk alternatief op bijvoorbeeld deze oogmake-up reiniging. Nou, wat heb je nodig? Ik heb deze mooie zeepflacon gevonden bij de Hema. Eigenlijk heeft mijn moeder hem gevonden en toen heb ik hem ook gekocht. Deze kost €2,95. Is doorzichtig, dat is handig. Dan kan je zien, zou je straks wel zien waarom dat handig is. En hij ziet er gewoon mooi uit. €2,95 bij de Hema. Toen heb ik bij Erika het een en ander gekocht. In plaats van olijfolie heb ik zoete amandelolie gekocht. Dat is wel duurder. Dit flesje is €5,95 voor een klein flesje van 100 ml. Maar goed, ik vind het gewoon prettig omdat zoete amandelolie snel in de huid trekt. En het is gewoon een hele milde, zachte, fijne olie voor je gezicht en je huid. Nou, toen was ik eigenlijk op zoek naar toverhazelaarwater, Hamamelis. Dat hadden ze daar niet, het kon alleen besteld worden. Dus heb ik gekozen voor rozenwater en oranjebloesemwater. Dat is heel mild en dat is eigenlijk gewoon ja, rozenblaadjes en oranjebloesemblaadjes in water getrokken. Er zit verder geen alcohol bij, let daarop. Want ze verkopen bijvoorbeeld ook rozenwater bij Kruidvat, maar daar zit wel alcohol bij. Het is heel belangrijk dat dat er niet bij zit, want dat wil je gewoon niet op je gevoelige ogen smeren. Dus we hebben een waterige fase, dat is dit. En we hebben een oliefase, dat is dit. Nou, wat verder nog handig is, maar niet per se noodzakelijk als je goed kan mikken, is een trechter. En wat je dan gaat doen is eigenlijk gewoon één op één de oliefase en de waterige fase verdelen. Nou weet ik dus niet uit mijn hoofd hoeveel milliliter hierin gaat, maar het ziet eruit als 150 of 200. Ik ga in ieder geval de helft vullen met zoete amandelolie. Daar maak ik wel even een trechtertje bij. Zo. En dan wil ik de rest aanvullen met zowel oranjebloesemwater als rozenwater. Gewoon omdat ik het allebei heb. Dus doe ik 1/4. Dus tot 3/4 vul ik aan met oranjebloesemwater. En de rest vul ik aan met rozenwater. Dan draai je deze weer op. En nou ja, dat bedoelde ik dus dat het handig is dat hij doorzichtig is. Want dan kan je precies in de gaten houden van tot hoeveel olie je hebt toegevoegd. En hoeveel water je hebt toegevoegd. Omdat olie op water gaat liggen, moet je wel altijd schudden voor gebruik. En zorgen dat het goed verdeeld is. Deze even weg. Voordat je het op je watje aanbrengt. Dus eerst goed schudden. Op je watje pompen. Nou, ik heb allebei mijn ogen iets zwaarder opgemaakt dan normaal. En ik ga nu één oog reinigen met de zelfgemaakte en één oog met mijn oude van Lancaster. Om te kijken wat het verschil is, of misschien wat juist niet het verschil is. En nu met de Lancaster.
Nou, zoals je kan zien heb ik met beide reinigers, dus die met Lancaster en die, die ik net zelf heb gemaakt, heb ik gewoon al mijn oogmake-up eraf gekregen. Deze, omdat het op een waterbasis is, is niet vettig. En deze eigenlijk ook niet. Dat is omdat ik het heb gemengd en omdat je het dan schudt voor gebruik. En ik vind eigenlijk dat het even goed reinigt. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke doe-het-jezelf tutorial vonden. Gewoon maak je eigen oogmake-up reiniging. Het ziet er best cool uit als je dit zo neerzet op je plankje in de badkamer. En zoals wat ik al zei, het is gewoon handig dat de fles doorzichtig is. Zodat je goed in de gaten kan houden. Nou, sowieso hoeveel je nog hebt. En ook met als je hem zelf gaat maken met wat de hoeveelheden zijn. Het rozenwater en oranjebloesemwater ruikt super lekker. Dus je hoeft er niet eens iets van een geur aan toe te voegen. Je hoeft niet bang te zijn dat het gek ruikt. Het ruikt gewoon heel erg lekker. En het is gewoon gemaakt van natuurlijke ingrediënten. Het is niet duur. Amandelolie is natuurlijk wel een wat prijzige olie. Maar als je dus meer een budgetvariant wil, kan je dus ook in plaats van de amandelolie alsnog voor olijfolie kiezen. Olijfolie als zich vind ik te vettig. Maar mix je het dus met rozenwater, oranjebloesemwater, hamamelisswater. Dan wordt het gewoon een stuk minder vettig. Het enige is dat je hem dus eventjes moet kantelen. Maar goed, uiteindelijk heb je gewoon een net zo goed middel als een kant-en-klaar product. En wel voor veel goedkoper. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke doe-het-jezelf tutorial vonden. Dat jullie er inspiratie van hebben opgedaan. En tot de volgende video.